mensen van Banjotown, ik ben Rick van Serpent Gameplay. Dit is eindelijk weer een nieuwe aflevering van GTA 4. Ik geloof de vijfde aflevering. Ik heb net een telefoontje van Rome en hij had zo van... Weet je, ik mag jou wel. Jij mag voor altijd met mijn taxis rijden, BFF's voor altijd. Dat ik zo van... Dankjewel Rome, dat is heel fijn van jou. Oh, wow. Dat is awesome. Kan ik hem nog optrekken? Waarschijnlijk niet. Nou, dan gaan we hangen. Hoe lang hou ik dit vol? Hoe ga ik hier vanaf? Ook handig om te weten. Wat heb ik gedaan? Yes! Oh, ga niet overal aan hangen, je bent geen aapje. Mijn character denkt opeens van, ik ben een aapje. Oké, we gaan even naar de air van Roman. Het schijnt dat deze Roman missie intens wordt. Dus we gaan erheen. Dat heb ik gehoord in comments en zo. En ik heb ook gehoord dat de volgende day met Michelle, dat we fucking gaan batsen. Dus dat wordt ook leuk. Ik hoop dat het nog deze aflevering wordt. Meneer, stop eventjes voor mij. Ik ben even Jota. Ga even staan met Jota. Ja, zit een gevaarlijk stadje. Mooi gezegd, mooi gezegd. Ga ik even mijn taxi skills, nou mijn taxi, mijn autorij skills weer eens in de strijd gooien, zoals altijd. Even wat die lantaarnpaal, die zag het toch gewoon niet uit joh, niemand boeit het. Niemand doet ze van, nee lantaarnpaal. Het was toch gewoon hartstikke lelijk lantaarnpaal. Ik ben heel erg verkouden. Ja. Maar ja, mensen zaten echt zo van, oh Rick, wanneer komt de nieuwe GTA? En ik deed deze van, zondag. En dat is van, ja, dan moet die belofte natuurlijk wel houden. Er zijn ook echt mensen die denken blijkbaar dat ik geen ander kanaal heb. Ik heb natuurlijk ook gewoon een eigen kanaal. Daarom zeg ik ook, ik ben Rick van Serpent Gameplay. Ik moet op dit moment nog 2 abonnees, dan heb ik er 2000. Hint, hint. Ik dwing hier niks af hoor, maar... Als ik 2000 abonnees heb, ben ik wel blij. Yay! Oké, wow, dat was nice. Dat was zeker zweten nice. Oké, hier is ergens de missie, Roman. Your destination. Uncle Vlad. Oh mijn god, ik heb dus gehoord dat we in deze missie Vlad moeten doodmaken. Dat is best wel awesome. Maar ik hield van Vlad en nou kan ik hem niet zoenen. Is het chickie waarschijnlijk? Nice. Ja. Het kan toch niet? Oh mijn god, ik wist het! Ik wist het wel! Ah, sorry man. Ja, ik wist het niet en zo. Het spijt me man, het spijt me. Knuffel. Ja. Sit down. No. I'm not going to stand here and have you call me disloyal. You might let some Russian asswipe bang your woman, but I won't. But you fucking did! That was before I knew you cared! Oké, nu gaan we dus waarschijnlijk Vlad keihard dus een kopje heen knallen. En dan, dan wil die vriendin natuurlijk terug van, oh, jij hebt me, de persoon met wie ik vreemd ga, doodgemaakt. Ik wil je terug, kusje, kusje. Go Roman and look for Vlad at Comrades. Oké, nou dan pakken we gewoon een, hij heeft een taxibedrijf Vlad, ik bedoel Roman. Dus stelen was nog auto's, dat is gewoon logica. Deze vent heeft een taxibedrijf en alsnog auto's stelen. Waarom niet, weet je? Oh, ik heb nu een pistool, dat is veel vetter. Dan is het stelen een stuk vetter. Ja. Ik ga trouwens even de radio uitzetten, want ik had een van de afleveringen copyright. En daar zijn Bardo en Jordi niet al te blij mee. We hebben al vaker hoor, die power-ups hebben ook allemaal copyright, want daar trailers in zitten, maar daar gaat het even niet om. Waar doen we dat? Game progress, 9.662% jongens, nou. 50 afleveringen, hè? 50 weken, een jaartje. Audio, music level. Sorry jongens. Het moest eventjes. Wat? Deze dialoog gaat echt nergens over. Oké, we gaan hem doodmaken. Pak je Vlatje. Kom raad. Dat is die plek waar Vlat altijd zit, ja. Oké, ik vind het wel erg vet, het is echt een plot twist, zo van kom, eerst gaan we een missie doen voor Vlad en dan maken we hem in één keer af. Why eat cabbages when you have potatoes? Waarom zou je kolen eten als je ook aardappelen hebt? Vladdy boy! Vladdy boy! What are you doing here? Did I summon you? Nope. Boy, I told you to stay away from Mallory. Go away. And now Roman is upset. Oh, Roman is upset. Ik ga hem zo hard door zijn kopje knallen zo meteen. Al die mensen dronken op de achtergrond. Oh, there he is.
Hey, Fatty. I'm so sorry you're so upset. Boo fucking who. Hey, Vlad, can't we just talk about this? You stay away from Mallory. I must be hearing things. I could have sworn for a minute this ratty little yokel told me what to do. Did you hear that, boy? Yeah. Ik hoorde het ook. Get them out of here. Oh, dan gaan we lachen. Ik heb een pistool. Hop! Doei, bakkes! Oh, don't let Vlad escape. Hey, Vladje! Hey, Vladje. Boos, lief Vladje. Waar ben je heen? Waar ben je heen? Oh, ik kan de banden lek schieten, toch? Ik kan de banden lek schieten. Ik stel deze auto al eventjes. Oh, dat is al de Roman wagen. Erin. Alright, he's running away. We win. Let's go. Vlad is getting away. Nee! Volgende keer moet ik echt even een auto klaarzetten als het niet lukt. Maar dan hebben we nog kunnen winnen hoor, trouwens. I'm not walking away until this thing is finished. Oeps, ik ging iets harder de bocht, geloof ik. We won't see him again. He'll come back. Hij komt terug. Ja, zodra hij op de radar staat, kun je moeilijk... Nee! Hoep! Slipwagen! God, waar gaat Vlad allemaal heen, joh? Ik denk dat we Vlad niet meer krijgen, denk ik. Wat? Oké. Ja. Fuck. Hij vindt het niet leuk. Nee, ik wel. Ik vind het hartstikke lachen, dit. Oeps. Dat zei je net ook al. Jij haalt een beetje dezelfde tekst, vriend. Oké, we komen al dichterbij. Het spel lijkt een beetje. Ik ga zo meteen heel eventjes wat andere programma's afsluiten. Want dit is niet echt... de werk die ik wil. Kijk, dat doe ik nu wel eventjes. Ben zo terug. 5 seconden, 10 seconden, 20 seconden. Tot zo. Oké, we gaan weer verder. Ik heb de prioriteiten. Wil je de control delete. En dan doe je prioriteiten. En dan hoog. En dan gaat het spel veel sneller rennen op je PC. En dan... Oké, hij is hier. Stop, Nico. Shit. Au. Oké, ik neem... Wat? Oh, gelukkig. Ik dacht dat ik de missie verloren had. Ik heb een pistool. Ja. I'm throwing your life away, prick. We'll do all right. My friends will track you down. You won't last a moment. Ik vind het best wel episch, weet je. Dit is echt een epische plot twist. Ik vind het jammer dat mensen van Biontown in de comments verpest hebben voor me. You've killed yourself and your cousin Jokel. You are dead man. Moet je kokknallen? Oh. Half beach is a small place. My friends will find you. Ja, ja. Daar gaat hij hoor. Dag, Vladje. Kusje. Kom, nu kunnen we hem zoenen. Kom op, er zit een gat in zijn oog. Dat maakt niet uit. Stupid one, Vladdy boy. Nobody fucks with my family. Ja, en niet met een vriendin van mijn family. Dan moet je ook niet meer neuken. Hè? Stoute Vlad. Zou even het lichaam wegtakelen. Wat heb je gedaan? This is over. What have you done? What does it look like? No, he's dead. We zijn dood. Nee, hij is dood. Serious people. Ah, joh, maakt niet uit. Calm, you hold it and jump. I am calm. He tried to kill us. He screwed your girl. Ja, dat ook nog, hè? Doe je het niet? I give him a massage. Ik vind het echt een vet stuk uit het spel. Niet zo huilen, jongen. Het komt wel weer goed. Moet je plassen? Dat mag. Jij mag plassen van mij. Plas gerust. Epische flashback. They were our enemies. Ja joh. But we never did it. There were 15 of us, all boys from the village. Boys. But one of us betrayed the group. Ja. For money. For money. Wat is hier het doel van dit gesprekje? Ik volg het niet helemaal. 12 people died. They escaped. Nice. I know the traitor was not me. So for 10 years, I've been searching for the other two. Aha. Interessant. One of them lives here. Interessant. Why are you telling me this now? Do you always get sentimental after you kill people? You kept asking. Wonderful. You're here on some revenge mission for something that happened 10 yeah, years ago. Yeah. And you don't care whose life you ruin anyway. No. Ja. What? Toch wel, hè. I don't know.
I don't know anything about me. Right now, I don't think you're going to find out. Let's hide the body, at least for a while. Put him in the river. Okay. Ik ben benieuwd wat voor missies die na gaan doen, want ja, flats missies die zijn denk ik niet meer speelbaar. Gewoon een gokje. Komt de politie? Is het politie? Want zo moeilijk is het lichaam in de rivier gegooid of niet? Er zit wel wat gaten in zijn hoofd, laat je. Kusje erop? Tom even wel, ja precies. Lekker. Doe een barrel roll. Later, flatje. Oké dan. Dat was een interessante missie. Zo zou je het op zijn minst kunnen noemen. Doe maar even de wapen weg. Concrete jungle. Tuurlijk, ik wil het overeen schrijven. Hartstikke leuk. Ik doe maar dat wapen even weg, anders dan kijkt de politie weer raar naar me. Nou ja, het is wel Amerika. Moet je niet raar aangekeken als je een wapen hebt. Occasionally call in contact to find out what you do, what I doing will. Wat? Oké dan. Zullen we even Michelle bellen? We hebben net een man gedood. Weet je, het eerste wat je doet als je een man hebt gedood, is je vriendin bellen. Interessant. Phoneboek. Michelle. Hey, kijk, Flats heeft wel meteen niet meer in mijn telefoon. Dat is ook handig. Dan van hij is dood. Ik kan beter zijn nummer even verwijderen. Het is wel verdacht. Michelle, it's Nico. Oh, I was asleep. Oh, hoer. Call back after six. Okay. Sorry, Michelle. I lost track of time. Hey, is dat een hoer? Ik zou nog een hoer meenemen in onze auto. Dat had ik beloofd vorige aflevering. Mensen zeiden van, ja Rick, je moet echt wel een hoer meenemen in je auto. Dat ziet eruit als een hoer. Mevrouwtjes. Oh ja, daar komt er. Oh, dat is een grote zeg. Dat is Big Mama hoor. Wanna try something new, baby? Sure. Ja. Oh, godverdamme, wat een vies zwijn is dat zeg. Oh, I really meant that I would do anything. Okay, we moeten weg. I'd like to put on a show for these fine people. We're going somewhere quiet. Zullen we met haar rivieren reizen wat doodmaken op een of andere manier? Zullen we gewoon even naar een steegje gaan of zo en dan de kaart neuken? En dan zullen we met naar de McDonald's gaan? Ik bedoel, dat vinden ze vast lekker. Hé hey Roman, gaat hij met jou dan? Nico, are you there, cut? Ja, daar ben ik. Roman, I'm here. What are you doing? Waarom fluister je? Kom, we gaan met die hoer gaan we naar Roman toe. Dat is geniaal. Oké, waar ben je, Roman? Zeg maar, hé hey Roman, wat doe jij hier? Nico, wie is die vent die auto? Ah, dat is een hoer. We gingen naar de McDonald's samen. Oké, gezellig. Zal ik even Roman aanklikken op de kaart? Ja. Yeah. Op de kaart. Nee. Als je ergens wezen moet, kijk dan nog eens even goed op de kaart. Ja, beter. Oké, ik wil eerst even met die hoer naar het steegje toe, als het mag. Is dit stil? Is dit goed genoeg? Ah, ik vind het goed genoeg. Oké, wat nu? Ja? Press enter voor de $20 service, ja graag. Ik wil graag de $20 service, kom maar op mevrouwtje. Come on baby, I'm going into orbit now. Oké dan, dit is interessant. Je moet wel je mond erop zetten hoor, anders wil ik mijn geld terug, hoer. Ja toch. Nou, ik vind het niet kunnen, ik ga uit mijn auto stappen. Ik ga het doodschieten. Hé, ze gaat altijd met hoeren, die moet je even doodmaken. Kan je geld weer terug en zo. Dat is echt klassiek GTA-style gewoon. Nee, hoer. Oh, je ruggengraat is kapot. Janus. Oh, geld, zoveel geld. Hoeveel is dat? Dat is geld. En nog meer geld. Oh, wat lekker. Oh, dus dat was best wel een rijke hoer, hoor. Dead Hobie Rich. Oké, nou, dat was interessant. Dat moeten we vaker doen. Of niet dan, mevrouwtje? Zo, even zeker weten dat ze... Oh, godverdamme. Ik heb rode bloedsporen achter mijn auto. Dat is niet verdacht. Kom, we gaan weg hier. Niemand zal weten welke kant we op gingen. Oh. Niet te ver leggen. Oké, terug naar Roman. Nico, waarom duurde het zo lang? Jij moest even afgetrokken worden door een hoer. En daarna lekker door de ruggengraat heen schieten. Nee, dat zijn die dingen die ik doe op een zondagmiddag. Zondagochtend. Zondag, whatever. Weet je... Zo is het nou eenmaal in de wereld. In Amsterdam kan dat ook. Dan neem je gewoon eerst een hoer mee in je auto. En dan betaal je $20. Dat $20, weet je. Laat je niet misleiden. Als een hoer in Amsterdam vraagt €20, zeg je nee, $20, weet je. Wisselkoers, dan reken je het om. Het wordt dan ongeveer iets van €16. Je moet je niet laten trekken door die mensen. Ze zijn sneaky die hoeren. Je wil niet weten. En als ze wel sneaky doen, gewoon de ruggen gaat schieten, snitten. Doe ik ook altijd. Oké, moet hierheen. Ik zie het al. Is dat Roman? Oh! Spring die vent nou, ze is voor mijn auto. Sukkel.
Hij zit in de prullenbak. Hij is helemaal gek geworden na die moord. Best wel grappig. Het is echt leuk hoe je ziet hoe zijn personaliteit verandert in het spel. Get out of there, man. Freaking out, man. I'm being followed. I saw them. Don't be ridiculous. You're being paranoid. I'm being... Fuck you. Fuck you. Everything was fine and then you show up. And now we're dead. Because Faustin is a psychopath. He's going to kill us. Faustin? Because we killed Vlad. Vlad was his man. That's how it works. You kill their guy, they kill you. En dat is wel de waarheid, ja. Ga maar in de prullenbak zitten dan. Get out of there, man. Ik vind het wel echt een leuke plot twist dit. Dat Roman helemaal gek wordt. Vlad was a piece of trash. They don't care about him. All they care about is making money. So, we say we work for them. Now get out of there, you smell like cabbage. Shit, gek. Oh, nou, cool. Ik dacht garbage. Je rijdt naar vuilnis, ja, dat is een draadje. Oh! Get out of the dumpster, Mr. Fatman. Mr. Fatman. Come on, fatty. The boss wants a little... Dit is best wel weer episch. Al die plot twisten. Plot twist hier, plot twist daar. Is het niet wonderbaarlijk? Oké, okay, ik vind het best wel vet. Oké, okay, mag ik die fan nu in elkaar mappen? Oh, ik word in één keer wakker hier. Hallo, meneer met de bril. Auw. Mijn gevoelens. We had to gag him to stop the screaming. You shouldn't have brought them here, André. André, het is allemaal jouw schuld, André. You've been a bad boy, Mr. Balkan. Is mijn achternaam Balkan? Wat een coole achternaam is dat nou weer. Balkan is toch met Turkije en zo, Eerste Wereldoorlog, je weet wel, Rusland, Turkije. Who are you working for? Dat is een zaag, denk ik. My cousin, Roman. Wat? Wat helemaal gek. Zo vet zijn als ik mijn arm verloor en ik dan heel veel wapens niet meer vast kon houden. What do you want me to say, huh? Oh, fuck, dat doet pijn. Ik heb medelijven. Dat doet pijn. Dat doet ook pijn. Do you think you're so smart? Au. I'm tied up in the basement a long way from home. But some ape threatens me with a hacksaw. Yeah, it's not good, no. Shut the fuck up! My fucking wife is watching television! Hello! Good lord. What are you doing? Nothing. No, niet zo'n tandje. Gewoon een SM-spelletje hier. Finding out who he is. 50 Shades of Grey, je weet wel. He is his cousin. You were about to cut up some guy in my house. Making all that noise to find out who's his cousin. Oh, fucking droog, fucking droog. He was a friend of your sergeant when we were in Vladivostok. He's in Vladivostok. Ja, hij is een imbecil, dat zeiden wij ook al, ja. So, Nico Belli. Ja, dat ben ik, ja. Dankjewel. Okay to kill my employees. If he is in asshole. Yes. Wat? Wat doet hij? Waarom doodt hij zijn eigen employees? Boze mooi. Dit is echt geniaal. Nu mag gewoon voor hem werken. Precies. Oh, hij neukt ook Vlad zijn zus. Iedereen neukt elkaar in Liberty City, weet je. Dat niet voor niets Liberty City, de stad van de vrijheid. Ik hoop voor jou trouwens dat jouw zus geen hoer is, want dat heb ik je net doodgemaakt. Oh, televisies verkopen, daar ben ik heel goed in. Bent u geïnteresseerd in een televisie, meneer? Daar ben ik heel goed in, goed in een televisie. Roman is echt een idioot. En ja, nou zit er een gat in je buik, ja. Whatever. Auw. Dat doet pijn. Oké, okay, later. Listen, we'll take care of your cousin, but you better get a police car. And then you call me. Ja, heb ik een politieauto nodig. Roman. Oh, politiewagen voor hem. Oh, ik dacht, ja, maar jij moet in de politiewagen. Televisies verkopen in de politiewagen. Wij zijn van de televisiepolitie, meneer. U bent gearresteerd en u moet nu één televisie kopen. Ik ben heel benieuwd wat er nu allemaal gaat gebeuren. Find the call. Oh, ik moet wel een politiewagen vinden, oké. Okay. Dit is vraag om problemen, politiewagen stelen. Hoe gaan we die zo snel vinden? We kunnen naar het politiebureau. Waar is dat? Is dit het politiebureau? Dit is iets. Wat is dit? Car wash. Darts. Cabaret club. Restaurant. Ik zie het snel niet. We gaan gewoon even rondrijden in een andere auto. Dan komen we zelf wel een politiewagen tegen. Of ik... Ja, daar is een politiewagen. Ik wil zeggen, of we lokken een politiewagen op ons af. En dat is natuurlijk ook een mogelijkheid. Ik denk dat als we de politie waren stelen, dat we sowieso wel één gezochtheid krijgen. Ja joh, politie, wat is jullie probleem? Gaat het met jullie?
Die gast gaat gewoon serieus ergens heen en we kunnen dat ding nu gewoon zo stelen van hem. Later, noob! Oké, okay, we moeten heen met dit ding. We gaan eerst even ontsnappen van de politie. Ja, dat is heel moeilijk in een politiewagen. Oh god, dat is niet goed. Gaan we aanrijden, die vent? Dan komt er sowieso meer politie achter ons aan. Dat is ook vraag om problemen trouwens. Politiewagen is aan... Oh, dat was nog best wel mooi gedaan. Oké, okay, we hebben een politiewagen. Dat is een begin. Wat nu? Nee, serieus. Wat is het doel? Ik heb... Ah, kut. Hé, hey, daar is die achtbaan weer. Daar moest ik nog een keer overheen met de motor. Hadden mensen gecomment. Ik lees alle comments. Ook op Minecraft. Alles alle video's waar ik in zit, zeg maar, lees ik alle comments op. Dus, vind ik leuk. Ik ben echt iemand die houdt van feedback. Alle comments lees ik. Alle video's. Ook al heb ik duizenden comments, ik lees ze allemaal graag. Met plezier. Ik heb namelijk zo op mijn mail, mijn e-mail. Iedere keer als ik een comment krijg, krijg ik een e-mail. En dan zo van, yes, een comment. En iedere keer als er iemand abonneert, dat heb ik dat ook. En dan hoor je mij als in een video zeggen, yes, een abonnee. Oké, Dimitri, hoe gaat die met jou? Hey, opnemen, enter. I have the police car. What now? What now? Ja, precies. Oh, moet iemand arresteren als politie? How many vans you think there are in South Broker? That is a problem for you and your cousin. Oh, we moeten de televisies vinden. Oké, dus we moeten een busje zoeken met... hoe doe ik dat? Hoe hou ik hem tegen? Kom eens hier, lul. En we ervoor moeten gaan rijden en dan op onze sirene moeten drukken. Oké. Okay. We moeten natuurlijk wel weten dat wij hem moeten hebben. Ja... Stay close to the van. Oké, ja, okay, hij stopt nu. Oké, wat nu? Park up and approach the driver's window. Oké, dus moet nu uitstappen. Ik ben naar zijn raampje toe. Oké. Ga eens dicht deur. Hey, auto aan de kant. Oké, wat nu? Yes! Is dit hem? Waarschijnlijk niet. Get the fuck out of here. Man, I pick up shit money yet. Oh. Open up the back. You got any flat screens? It's empty. Fuck. Oh. Nista. Nista. Daar is de politiewagen heen. Oh, hier zo. Mooi. Next. Oké, ik vind het wel een grappige manier van spelen. Dus we moeten dus heel veel busjes aangehouden. Waarschijnlijk zit ik wel in het goede gebied. Waarschijnlijk wel. Find a pool over the fence before they reach the destination. Dat is wel zo handig, ja, hè? Ja, hoe moet ik ooit weten dat ik de goede heb? Dat is best wel moeilijk. Oh, er zijn er maar twee busjes, joh. Oké. En is deze wel waarschijnlijk ook eens die andere kunnen doen, want die is een stuk dichterbij. Oh, die is wel aardig ver weg inderdaad. Wow, dat was niet de bedoeling. Dat was niet de bedoeling. Ik heb geen idee hoe dat goed kwam. We hebben echt geluk dat we nog op de goede kant landen. Kan ik nog zo'n fan als op... Kan ik daar doorheen? Ja, dat moet lukken. Mooi. Oké, welke doen we eerst? We moeten even snel naar die busjes toe. Nou ja, ze gaan niet al te snel. Ik weet niet waar ze allemaal heen moeten. Maar... Ik moet even naar rechts kunnen, anders kom ik nooit bij die busjes terecht. Ja, hier kan ik naar rechts. Mooi. Ik vind het wel nog een best wel moeilijke missie. Ik moet snel die andere gasten zoeken. Ze zitten best wel dicht bij elkaar nu. Alleen ik kan helemaal naar boven toe en dat wil ik niet. Waarschijnlijk kan ik hier ergens de grote weg wel op. Ja, beter. Okay, we moeten ze gauw overhalen, want als ze de flatscreens afgebracht hebben, ja, dan hebben wij ze niet meer, hè. Dat is een mooie bocht. Hey, wie is niet dood gaan in de bocht? Ik zei, niet dood. Wow! Je kan zeggen wat je wil, maar ik leef nog. Best wel twee keer best wel lucky. En een goed land. Waarschijnlijk krijgen we zo meteen een berichtje dat ze de lading hebben afgebracht. En daarbij de lul zijn. Die zit er aardig in. En we kunnen... Oh, remmen. Yes, nice. Oh. Oké, we kunnen nu eindelijk op de grote weg. Eindelijk. Dit heeft een flink een tijdje geduurd. Als ik de sirene aanzet, dan maakt het waarschijnlijk wel ruim baan voor me. Zo van, oh nee. Serpent gameplay. Dat zei ik omdat het ruimt. Eerst die rechtdoor doen, denk ik. Want die is toch net even wat dichterbij. Hoop ik. Of toch niet? Kan ik niet op de kaart zien waar ze zijn? Ja, dat kan ik inderdaad. Die ene zit vlakbij me, maar ik ga toch even die ene recht voor me doen. Wat ga je nou uitstappen dan? Weer een politieman aan elkaar gaan staan? Dat lijkt me geen goed idee, vriend. Oké, we zijn er bijna. Gelukkig zijn ze allebei nog lang niet bij hun bestemming. Dat scheelt. Oké, even de gaststation floten. Kom op, waar rijden die gasten nou? Ik ben een beetje moeilijk aan het doen, hoor. Ik ben een beetje aan het falen, zou je kunnen zeggen. Klein beetje maar, hoor. Nee. Hierop zit, rijdt hij deze baan? Nee, dat rijdt er niet mee. Oh, rijdt op die brug waarschijnlijk. Dat zou best kunnen. Ja, daar is hij. Oké. Sirene aan. Waar is hij? Ik sta letterlijk in hem. Zit hij eronder? Ah, bakkes. Hij zit eronder. Even wat achterrijden. Oh, kan ook. Sirene maar er even uit.
Oké, rijdt hij hier zo dan? Waar is hij? Maar daar gaat hij, daar gaat hij. Oké. Hoe komen we daarbij? Dat moest eventjes, dat was nodig. Those were called for. Oké, dan gaan we hier naar rechts en dan komen we als goed is daaruit. Ik ben niet heel de snelste persoon, waarschijnlijk is het sowieso de derde. Of is het gewoon echt bepaald welke de tv's heeft, dat zou fijn zijn. Waar is hier nou weer heen? Oh, daar. Lul, oké, zijn we met z'n twee, dat vind ik al iets beter. Come out real slow, shithead. You're making a mistake. We're paying protection money to Kenny Petrovic. Petrovic er weer. Big fucking mistake. Oh god. Motherfucker. You ain't rolling up on me. Steal the fan, oké. Als je, omdat je het zo lief vraagt. Ik denk dat we de goede gevonden hebben trouwens. Ik denk dat we de goede bus gevonden hebben. Drive to the lock-up. Oh god, dat is helemaal de andere kant op. Stop met schieten alsjeblieft. Oké, dan gaan we even de lock-up als objective zetten. Gelukkig passeert het spel dan, dat vind ik wel lief. We hebben tenminste de goede gevonden binnen de tijd. Dus we hoeven de missie niet nog een keer te doen. Dat vind ik al een wonder. Wonder boven wonder. En wat we dan moeten doen is waarschijnlijk voorzichtig rijden, anders gaan alle televisies kapot. Je kan weinig met kapotte televisies, denk ik zomaar. Oh, ik had hier beter rechts kunnen gaan, maar... Ik wil even een beetje weg bij een straal van die gasten met pistolen, want dan schieten ze mijn banden lek en zo. Hey, dit speeltuintje heb ik nog goede herinneringen aan. Aflevering 2 was dat, toch? Ja. Die ene van dat ik al zei op die vent Mewtwo versus Mew had gezien. Dat was een leuke aflevering. Alle afleveringen zijn leuk, daar niet van. Zo leuk dat je ze eigenlijk een duimpje omhoog moet geven. Hey! Nee, maar dat ziet er wel chic uit, weet je. Ik ben echt niet zo iemand die heel veel boeit om duimpjes. Het is alleen zo lullig als alle series van Biodam fucking 500 duimpjes hebben en die van mij 50. Dat is zo van, ja, Rick, wat doe je nou? Waarom vindt niemand jouw video's leuk? Ja, dat weet ik niet. Ik doe mijn best. Zoiets is het een beetje. Weet je, mij boeit het allemaal niet zoveel. Alleen het zou wel fijn zijn als ik niet zo meteen weggeflikkerd word bij Biodam, omdat ik te weinig likes heb. Ja, dan heb je geen GTA meer, dus ik zou maar op like drukken. Is dat een bedreiging, Rick? Ja, het is zeker een bedreiging. Een hele ernstige ook nog eens. Nou, pas er mooi tussendoor. Gelukkig ben ik zo dun als wat met dit busje. Ik zal meteen Michelle maar weer even een keertje bellen, want ik wil er echt even batsen, weet je. Sinds ik in dit stadje woon, heb ik nog helemaal niemand geneukt. En ik ben er wel een bad guy met pistolen, weet je. Ik heb pistolen. Wie wil er nou geen seks met iemand met pistolen? Er is zelfs een band die heet de Sex Pistols. Ik bedoel, daar heb je het al. Ik vond het wel een leuke manier om de bocht te maken, trouwens. Ik vond het best wel grappig dat ik een sekspistols grap maakte. Ah, ik lach om mijn eigen grappen. Nou, ik lachte niet om, maar diep van binnen moest ik wel eventjes grinniken. Ha. En tot nu toe hebben we deze aflevering aardig veel al gedaan. Ik bedoel, we hebben vat vermoord, dat is iets. Oké, dan. We zijn er bijna, denk ik. En hebben we ook een eerste missie gehaald voor de baas van Vlad weer. Zo'n boven ons. Is dit het? Jazeker. Gehaald. Ik denk dat dit een missie is, dat lijkt me wel. Wat gebeurt er nu? Zijn komen die gasten achter me aan, die komen nog even lekker op een knal ofzo. Jij bent vast in ons mobieltje, dankjewel vast in. En 200 Poké-dollar. Haha, ik gewoon een dollar, maar oké. Wat nu? Michelle bellen nog een keertje? Natuurlijk. Oh nee, ik wil Dimitri niet bellen. Ophangen. Oh, niet escape. Rechte muisknop. Nu. Phonebook. Michelle. Lekker Michelle. Zou ik zo meteen ook even Roman bellen, even kijken hoe met zijn hechting gaat. Nico, are you doing anything? You want to meet up? Yes, pick me up in an hour. Woehoe! Nieuwe date, nieuwe chick. Nou ja, eigenlijk dezelfde chick en een nieuwe date. Politiewagen stelen, tweede keer lijkt me geen goed idee. Een auto stelen zo dicht bij die politiewagen is sowieso geen goed idee. Waar is Michelle? Is dat hartje Michelle? Ja, dat is Michelle, oké. Een mapje erop, oké, we hebben nog zat tijd om erop te halen. Misschien moet ik een motor stelen, dat ze achter bij mij op de motor kan. Dat is wel fucking romantisch. Maar ik rij overal tegenaan, dan gaat ze waarschijnlijk dood. Michelle kan dood, hè? Als het goed is, kan Michelle dood. En dan kun je er gewoon niet meer daten. Als je er gewoon dood maakt, door bijvoorbeeld door de bakkers heen te schieten, dan kun je niet de Michelle-missies zeg maar opnieuw doen. Dan is het gewoon je date niet meer. Best wel vet is dat. Tenminste, dat heb ik gehoord van een vriend van mij. Oh, die zit op slot, tip mijn ruitje. Joh. Niemand vindt het erg. Zelfs die zwarte meneer hiernaast. Het is niet racistisch dat ik hem zwart noem, ik beschrijf gewoon zijn huidskleur, oké? Laat me. Oh, politiewagen. Hallo. Boeit de politie ook helemaal niks, weet je. Fuck de police. Roman, hoe gaat het met jou dan, met je hechting en zo? Hey, ze moeten me wel even arresteren, hoor, voor mijn rijgedrag met één hand op je mobiel. You sound calm, actually. That Dimitri guy gave me some painkillers. I'm kind of out of it.
Wat? Volwassen luiers? Is dat serieus een missie? Is het serieus een missie van haal luiers voor Roman of is het een grapje? Handig om te weten namelijk. Zometeen kom ik zo aan met Roman, die zei je luiers. En dan zei hij, ik was sarcastisch, lul. Oh, en dat zeg je nu. Ik ben wel nog steeds 6 euro verdienen voor die luiers, alsjeblieft. Oké, dan. Dat zijn de gesprekken, weet je. Ik denk hele scenario's uit in mijn hoofd voor de characters in dit spel. Maar eerst gaan we daten met Michelle. Ik wil eigenlijk eerst nieuwe kleren kopen, maar Michelle heeft gewoon pech. Ze moet maar ruiken naar mijn zweterlijke mannengeur. Die heerlijk is trouwens. Oké. Wat voor leuks gaan we te doen. Iemand zei dat we niet met haar naar iets van drank moesten. Want als je met haar aan de drank gaat, dan gaat dat niet goed. Maar misschien bedoelde ze juist met niet goed seks. Dus dat willen we eigenlijk wel. Hey Michelle, schatje. Oké, let's get going. Oké, daar zullen we heen. Neem Michelle ergens mee naartoe wat ze leuk zou vinden. Nou ja, de bar schijnt dat ze dan helemaal dronken wordt. Dat vinden we natuurlijk wel lachen. Wat is dat? Cabaret Club, nee, eetbal, burgershot. Dan moesten ze ook niet meenemen naar de hamburger. Waarschijnlijk dumpt ons dan van, ga je met me naar mijn snackbar, ik dump je. Dat is wel logisch. Ik denk dat we dan toch maar naar de bar gaan. Ik weet niet, is het een beetje een fancy bar of is het echt zo'n dronken mannenbar? Dat is natuurlijk wel belangrijk om te weten. Zo anders met een, de car wash van Michelle. Onze tweede date in de wasstraat. De Klok in België wel zijn van de chic restaurant. Dan gaan we daar maar in. Vindt ze vast hartstikke leuk. You like the new car, Nico? I love that outfit. I remember it. How are you? Dat is ook lullig. Ik hou van die outfit. Ik ken hem nog van de vorige twee dates. Your city makes people crazy. How's Roman? Okay. He likes to gamble though, doesn't he? I don't know about that. Mallory said he was in debt to some criminals. Do you know about that? No. That would really scare me. Organized crime, I mean. Boeit ook helemaal niks dat we bijna dood gingen in de auto en zo. I don't think Roman would make much of a criminal. Nee, inderdaad. Interesting weather, isn't it? Ja, koekjes en kalfjes. Oké, ik hoop dat dit een beetje een chique restaurantje is. Oh, het is een kiprestaurant. Nou, dat vindt ze vast leuke date. Oh, ze houdt ervan, dat is mooi. Zullen we seks hebben hier? Oké. Oh, dat was ook leuk. Ik heb echt zin om die vent dood te schieten. Zo van, hey Michelle, wil je wat leuk zien? Bam, je schiet gewoon fucking de schoonmaker dood. Nee, dat brengt indruk bij de dames. Oké, Michelle, ik heb een goed plan. Ik heb kip voor je gekocht, dus als jij nog gewoon eventjes aan mijn geslachtsdeel zit, dan staan we kiet, vrouwtje. Maar eerst neem ik eventjes veilig mijn huis. Dus ik vind deze date wel heel interessant. Die ga echt iedere aflevering Michelle daten, jongens. Ik bedoel, dat is echt de beste relatie ever. Samen kip eten. Romantische dingen bestaan er eigenlijk niet. En iedereen weet het. Niemand kan het ontkennen. Oké, samen sterren springen kijken met Patty Bart. Dat is ook fucking awesome. Dat is ook best wel romantisch, weet je. Zo van, moet je Patty Bart zien in dat badpak. Oh, daar was Michelle niet zo van onder de indruk. Hey lul, je auto zit opzij. Maar kijk, samen met je vriendin naar Patty Bart kijken. Dat is toch wel echt het einde. Wat? Ik ga echt, als ik een vriendin had, zouden we sowieso iedere dag sterren springen kijken met Patty Bart. Ik begin laatste tijd met Patty Bart te krijgen. Niet als in een relatie, maar in alles heeft met Patty Bart te maken. En ik geef Bayontown hartstikke de schuld. Enter the trial lock, sowieso. Oh, er wordt gebast vandaag, jongens. And a fuck was given that day. Oké, dan. Dit wordt lachen. Zullen we gewoon een pistool tegen de hoofd aan zeggen en dan zeggen dat ze seks met mij moet hebben? Dat klinkt logisch. Zullen we de bezwangeren? Press enter to bezwanger. Nico Bellic, you're great. Oh, great. Graag gedaan, Michelle. Think she understands me? Zullen we gewoon meteen nog een keer bellen? Zullen we vast meer seks? Hey, Michelle. Oh ja. Even kijken of ze nog meer seks wil. Michelle, it's Nico. Listen, do you want to go out? No, we hung out only recently. I'm not that easy, Nico. Godverdomme, vieze, vuile hoer. Sure. I'll call back another time. Iedere keer dat Michelle me afwijst, maken we iemand dood. Dat klinkt dat eerlijk. Alleen niet de shotgun. Deze man ziet er best wel gay uit. Meneer, ik weet dat u... Zullen deze man even slaan? Ja. Hoppa. Michelle heeft me gedumpt. Ik heb woede, oké. Maar ik weet echt nog eens een knop voor trappen, maar dat doe ik even niet aan. Zo. Ah. Zullen ze het tasje meenemen? Shoppings. Dat zijn mijn shoppings. Oké. Nou, we moeten natuurlijk naar de F op de kaart voor een nieuwe missie van... weet die vent ook alweer? Faustin. Ik vind Faustin best wel een coole naam. Faust. Dat is zo'n Duitse duivel. Die was op van die
Tweede Wereldoorlog posters ziet, zoals in Nazi-zombies. Ik weet dat van Nazi-zombies, want ik speel veel Nazi-zombies. Ik had ooit een Nazi-zombie-serie op mijn kanaal, maar daar ben ik even mee gestopt. Sponsor! Ik promote eigenlijk. Promotie. Zullen we nog een hoer meenemen in onze auto als we dan naar Fastin gaan? Ik vind Fastin vast leuk. Die vent is net aan het rijden. Wij stappen er even in. Oké. Okay. Kom maar, dit is tenminste een iets betere hoer. Gaat ze wegrennen? Wat een hoer! Je bent pas echt een hoer als ik gewoon seks met je wil en je rent weg, weet je? Ik heb net nog gehoord dat ik heel goed was in de seks, dus ik zou eigenlijk zouden de hoeren mij moeten betalen. We gaan een gigolo. Hier nog iemand die wil instappen dan? Ja, alle mensen worden boos op me. Dat is wel een hoer, toch? Echt een vieze hoer is dat. Eigenlijk is het gewoon een van een bejaard vrouwtje, maar we gaan een bejaard vrouwtje neuken. Wat is dat voor een goed idee? Change of plans. Hier nog een hoer tussen. Ongelooflijk. You're unbelievable. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Aan de kant. Ik neem aan dat die 9% van het spel dat we gecomplete hebben echt alles is, weet je, alle collectibles en zo. Dus waarschijnlijk heb je op 40% het spel uitgespeeld, ik weet niet. Ik moet nog even eens een keertje gaan kijken naar een andere GTA-serie en dan kijken hoeveel parts die er ongeveer over doen en hoe goed die ongeveer zijn. Dan kunnen we het inschatten. Maar binnen een jaar zijn we sowieso klaar met deze serie, jongens. En dan gaat er weer een nieuwe serie komen. Sowieso heb ik woensdag nog die Penumbra-serie. Ik ga zo meteen dat maar even opnemen met facecam. Moet ik gaan douchen en zo. Moet ik voor het eerst in de week mijn haar wassen. Anders zie ik er weer zo niet al te goed uit. Moet natuurlijk de indrukking wekken dat ik echt een mooi boy ben. Gouden kettingje om en zo. Borsthaar eruit. Veehals. Dat is wel de benodigde dingen. Voor een goede facecam video. Wat? Poep. Oké, okay, we gaan hier even in. Zeker is te weten. Pionnetjes aan de kant. Jullie zijn slechts een pion in mijn duistere plan. Ha ha ha. Ik ga zo met Michelle trouwens gewoon nog een keer bellen. Overly attached boyfriend. Ik denk niet dat we haar vriendje zijn, want zo erg houdt ze ook weer niet van ons. Maar ze houdt wel van onze seks. Waarom ook niet, weet je. Gewoon seks op de tweede date, zo hoort het. Zo hoort het en zal het altijd zijn. Oh, we zijn hier weer. Gas wat ook een beetje op de middle of nowhere, zeg. Jeez. Jij nog in de auto? Ah, dan niet. Dan niet. Vieze manhoer. Oké, okay, ik ga even een manhoer door. Is dat een hoer? Even een wapen pakken. Zo, oké, okay, dat was goed genoeg. Fair enough. Oké, okay, snel het huis in. Dan ben ik vast de politie kwijt. Do you have protection? Heb ik condooms? Ja, tuurlijk heb ik condooms. Ik weet niet of ik Michelle veilig heb geneukt. Anders is ze zo meteen zwanger. Dat zou ook een leuke plot twist zijn. Alsjeblieft, als het zo is, ga het niet commenten. Jullie verpesten het voor me. Hey, Nico. Nee, hey, was ik weer. Come in. Kom hey. Binnen. Zal ik doen, jongen. Hij heeft nu een bodyguard of zo. Dat lijkt me logisch. Hij is een beetje depri volgens mij. Lay off that stuff. Hij is aan het snuiven. Oh, dat kan ook. Why? Because it clouds your judgment. Not now, it's not the time. Het is niet de tijd. My judgment. En hij zou ook vodka aan het drinken ofzo? Lekker toch? I'm a fool. Drunken fool. Ja, maar je moet je stom met drinken misschien. I want to go take care of that guy. I take it you won't be joining us? Nope. Make him suffer. People what? Forget pain so quickly. You need to calm down with that. Ja, even rustig doen met de drugs en de vodka, jongeman. Why? Waarom? So I can be like you, Mr. Barbiturid. Ja. Always so fucked up on painkillers. You don't give a shit. You need to calm down. Ja, joh, rustig, rustig, bro. If I was calm like you. Let me guess. In a prison camp in Siberia, or selling hash to tourists in Red Square, or still in the Navy. Which is it today? Be careful, Dimitri. Ja, wat zegt Dimitri? Hij schiet zoveel mensen dood. Je moet oppassen met hem. You be careful. Getting crazy. That's the way it works. I am angry. You are calm. You are calm. Zeker. Ik denk dat dit filmpje gewoon beter door kunnen. Ik vind deze filmpjes wel veel interessanter dan die Broman filmpjes. Dus die eerste, weet je wel, de eerste Rome missie die ik allemaal doorzapte. Bla 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 bla. If we don't start playing by the rules. Screw the rules. I've angered people. Ja? Me? Ja. Not we. Ja. Strange. Oké, ik heb het gehad met jouw filmpje. When I give out the money, it's us. Ja. When I have to push people. It's me. Je hebt een punt, man. Je hebt een punt. Hé, hey, wie is die lelijke vrouw op dat schilderij? Is dat je vriendin? Sorry, man. Ik vond het gewoon lelijk. Ik mag eerlijk zijn over de lelijkheid van mensen hun vriendin. Dat is mijn recht. Oh, zo. Stom filmpje.
Take Dimitri to the sex shop. Kijk, dat is nog zo'n leuke missie. Kom maar mee, Dimitri. Oh, Dimitri is die handlanger van hem, oké. Okay. Ik heb geen idee wat we gaan doen in de sex shop. Het voelt een beetje gay aan. Oh, hij staat al op de gaydar. Dit is de gay radar, jongens, de gaydar. Follow that gaydar. Geen idee wat we gaan doen in de sex shop. Oké, we gaan ze dus sowieso vermoorden. Nee, we gaan ze sowieso doodmaken. Can't keep his finger off the trigger. Wasn't always like this though. Things got to him. Don't get to me. En remsporen maken. Het is toch niet mijn auto, jongens. Het boeit me maar niks. Hij mag zo kapot gaan als ik zelf wil. Hey, kijk, hoge gebouwen. Hoge gebouwen vangen ook veel wind. Net als hoge bomen. Omdat ze hoog zijn. Hoe hoger je bent, hoe meer wind... Hey, en vuilniszak. Dat is mijn objective. Oké, we zijn bij de sexshop. Enter the shop. Nou, is er denk ik geen sexshop meer, hè. Ik ging naar een winkel. Wat gebeurt er als ik naar een winkel ga? Als ik eruit kom is het een sekswinkel. Oh yeah. Chuck Norris ging naar de Maagdeneilanden. Toen hij terugkwam waren het de eilanden. Oh yeah. In the back? No, no, no. He's better not be filming. No, they're just having a meeting, I swear. Get out of the way. Hij staat neuken. Dan moet ik dat eruit knippen waarschijnlijk. Oh, ze zijn niet aan het neuken, dat is mooi. That's a vintage bush. Dat is een mooi bosje schaamhaar inderdaad. I'd say this weren't worth transferring a DVD. Hey, Joseph, you think... Oké, okay, zolang ze geen porno laten zien zijn we veilig jongens, anders moet ik dat eruit halen. Knip, knip, knip. Ah, dat kan wel op de achtergrond wat halfnaakte vrouwen. Wie houdt er niet van halfnaakte vrouwen? Oké. Okay. Zal ik ze doodmaken? We ain't making that much cash. Okay. Listen, big guy, you got a great look going on. Real strong. We can push in one of our... Ja, ik wil in de pornofilm spelen. Graag. Come back in the leg. Hey man, a ride. Brett was just trying to be friendly. Is he dead, really? Shit, he'll be out of action for a couple of weeks. You got some money for Mr. Faustin? Vast wel. Here you go. We ain't gonna have the You should have thought of that earlier. Tell me, I got a load of desperate fans on the internet. Oh, hij is een porno-ster. Zullen we hem doodmaken? Is een pik schieten. Nu kun je niet meer in pornofilm spelen. Ik neem je rol graag over, dat is een probleem niet. Waar is de uitgang? Dat was interessant. Dat was zeker interessant. Dat was een leuke missie. Ik hou van je. Mijn beste vriend. Hoe heet je ook alweer? Ik ga nu in mijn mobiel kijken om te kijken hoe die heet. Dimitri. Oh, gaan we naar de gunstore? Oké, nou, ik wil eigenlijk de aflevering afsluiten aan het eind van deze missie. Maar dan gaan we even naar de gunstore. Iets langere aflevering, maakt niet uit. Spijt me trouwens dat deze video niet om 12 uur online stond. Ik ben een beetje laat mee aan het einde van de video. Daarom wou ik hem dus ook vooral 45 minuten doen. Ik had een beetje haast, want dan moet ik ook weer langer renderen nu. En dan duurt het upload ook weer wat langer, maar het is niet erg hoor, het is niet erg. Voor jullie, allemaal voor jullie. Dus ja, ik stop in deze video stop ik nu 3 uur werk. Nou ja, iets bijna een uurtje opnemen, uurtje renderen, uurtje uploaden. Dus ja, als jullie als kleine terugbetaling voor die moeite even op mijn kanaal wouden abonneren, dan mag dat. Ik dwing niks af hoor. Abonneer ook op Banyantown als je dat niet gedaan hebt. Ook wel eens handig, weet je. Dan zie je wanneer er een nieuwe GTA video is of een nieuwe Minecraft of een iets. Als er iets geüpload wordt, dat zie je dan ook. Ja. Zo. Oh, sorry. Het spijt me echt heel erg. Het spijt me echt zo erg, meneer. Het spijt me. Ik heb er geen woorden voor, echt, die mij spijt. Ik kan het niet verwoorden. Het is zo stil in mij. Ik heb nergens woorden voor. En het is zo stil in mij. En de wereld draait maar door. En het is zo stil in mij. Ja, het is zo stil in mij. Oké, hoe ga ik naar binnen? Zet een prullenbak in de weg. Dit is een leuke manier om de winkel binnen te gaan. Oké, ik wil wel even een goed wapen kopen. Is dat een AK'tje of zo? Niet mis. Dat was de tijd. Fucking. Oké. Hey, ze hebben molotovs, dat is wel nice. Purchase de micro SMG, welke is dat? Check back soon. Oké, waar is dat ding? Display model. Waarom zet je een molotov cocktail in je huis? Dat is niet zo slim hier, vriend.
Oké, dat kunnen we dus later allemaal gaan kopen. Er zitten best wel vette wapens tussen. Hoe koop ik dat ding dan van jou? Oh nee, sorry! 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 Niet schieten! Nee, 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 nee! Sorry! Het spijt me! You need to control yourself. You could become like Michael. There's no room for two maniacs in our... Oh, sorry! Sorry, meneer van de winkel! Oké, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Volgende aflevering gaan we die missie opnieuw proberen. Ik heb heel hard gefaald, dat is duidelijk. Ik wou hem niet slaan. Het ging per ongeluk. Ik wou met hem praten. Oké, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Abonneer op mijn kanaal en op Bayern Town als je dat niet gedaan hebt. Vergeet de video te liken als je hem leuk vond. Want dat is wel handig, want dan zie ik op je dat je hem leuk vond. Laat even een comment achter met hints, tips. Misschien een lichte spoiler, vind ik hem wel leuk. Vak jou vast, zit en toch even op, nog van jou, maar... Mr. Faustin. I don't think you should use that gunshot no more. I hurt the guy who works there. You are the one who should be taking Dimitri's sedatives. Not me, okay. Fucking control yourself. Komt goed. Nou ja, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Tot de volgende aflevering. Doei!